Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie vandaag een dagje mee, een dagje samen op stap met Find a Creator. Ik heb een aantal afspraken staan. Ik moet een en ander uitwerken voor mijn kanaal. Ik heb honger, dus we gaan even lekker wat eten. Ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Zo, tijd om lekker de deur uit te gaan. Dus we zijn nu in de Amsterdamse Poort, P24, de parkeergarage. En we gaan op zoek naar een leuke tent waar ik lekker rustig kan werken en lekker een hapje kan eten. We zijn op zoek naar een lekker restaurant waar ik iets lekkers naar binnen kan werken. Maar ik moet eigenlijk ook wat stiften hebben. Lidl heb ik hier. Ik heb stiften nodig, leuke goede gekleurde stiften. Om in mijn schetsboek iets uit te kunnen werken. We hebben bij de Primera wat kantoorartikelen gescoord. Altijd handig om het een en ander erop te kunnen uitwerken. En we gaan nu eigenlijk op zoek naar een lekker restaurantje waar ik rustig kan zitten. En lekker wat kan eten. En in alle rust wat werk kan doen. We hebben een leuk plekje gevonden hier in de Amsterdamse Poort, Lepkoff. En we hebben een heerlijke But you know I'll do anything for you, baby. Cause you're the one I want. I'm driving in the moonlight. I am looking for signs tonight. I'm driving in the moonlight. I am looking for signs all night. I just wanna see you strike cars. Zo, ik heb lekker wat werk kunnen doen, dus wat tijd om lekker richting kantoor te gaan en mijn werk daar verder af te maken. Nou, het zit er weer op. Oké, we gaan heel even een winkel binnenlopen, want ik wil heel even nog het een en ander bekijken voordat we richting de studio gaan. Will descend immediately after. Are you looking for signs? Red player, shoot! Nou, dat was de nieuwe gamehall hier in Zuidoost bij de Bijlmer. Is absoluut ideaal wanneer je aan het wachten bent op een event in de Arena of de Heineken Music Hall. Dan kan je lekker een paar uurtjes of een half uurtje vermaken hier in de Game Hall. Ik ga nu richting de Mediamarkt. We gaan heel even kijken naar een leuke laptop en een accessoire voor mijn camera, wat het vloggen even wat makkelijker maakt. Ik ben op zoek naar een statief en ik hoop dat ik iets leuks vind. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, hier mag ik echt niet over klagen hoor. Dus mijn oude SD-kaart in mijn camera, die was kapot gegaan. Ik kon wel gewoon opnemen, maar ik kon niet meer de data eraf halen. Dus ik ga naar de Mediamarkt kijken wat kan je krijgen. En ze hebben hem gewoon omgeruild, 128 gig. En nog een betere kaart ook nog, 150 bits overdrachtsnelheid. Gewoon ready steady cook. Terwijl ik de kaart al meer dan anderhalf jaar in bezit heb. Maar hij was al vrij snel na gebruik kapot. Dus ik heb nu
een nieuwe grotere kaart, geen probleem. Nou, dit vind ik echt service van de Mediamarkt. Dus jongens en meisjes, ga gewoon lekker terug met je producten. Nee, heb je, ja, kan je krijgen hoor. Echt geweldige service. Maar we gaan naar binnen in de Mediamarkt. Want ik wil nog heel even kijken naar die laptops daar. We kijken of we wat leuks in de Mediamarkt. Nou, de laptops zien er leuk uit, maar ik heb niet echt iets gezien waarvan ik denk, nou, dat springt er tussenuit. Het gaat om prijs-kwaliteit uiteraard. En meestal is het assortiment toch in de Mediamarkt heel erg beperkt. Maar we gaan wel even kijken nog bij de camera's. Dus ik heb gevonden wat ik nodig heb. Dit is een 3.0 USB kaartlezer om de SD-kaart in te stoppen. En zo in mijn computer in te pluggen om de data over te dragen. We zijn geslaagd, we gaan nu richting de auto. De buiten is lekker binnen. Dus we lopen nu bij de Amsterdamse. En het is aardig druk hier aan het worden. Dus ik heb het idee dat er iets gebeurt vandaag in de Amsterdam Arena. Of in de Heineken Music Hall. Of het is gewoon iedereen gaat richting huis van kantoor. Hoe dan ook, het is lekker druk en gezellig hier. Terwijl ik door de Amsterdamse poort heen loop, is het leuk om even te vertellen wat ik zojuist gedaan heb. Ik heb de afgelopen periode goed zitten nadenken over wat ik met mijn kanaal tot nu toe heb bereikt. Welke richting ik op wil gaan daarmee. Wat mijn doelstellingen daarvoor zijn. Dus ik heb het nu op papier gezet en uitgewerkt. En ik zal straks in de studio het tweede stukje van deze video gaan opnemen en afmaken. Waarin ik uitleg hoe vanaf heden mijn kanaal zal worden gecategoriseerd. En wat voor content je een beetje in welke huisstijl je kan gaan verwachten. Denk aan vooruitgang op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Op het gebied van geld en financiën. En uiteraard de entertainment die niet zal ontbreken op mijn kanaal. Dus er komt steeds meer structuur in. En ook op een georganiseerde manier zal ik in de toekomst mijn video's gaan posten. Dat het voor jullie herkenbaar is aan de hand van de thumbnails of aan de titel wat je kan verwachten in de content in het videootje. Lekkere broodjeszaak. Dus ik hoop dat ze nog open zijn. Dit lijkt ook heerlijk man. Dit is zo'n Cinnabon-achtig winkel waar je alles met kaneel kan vreten. In ieder geval, ga kijken of Chins nog open is. En dan gaan we lekker iets vegetarisch zoeken om naar binnen te werken. En de buit is binnen. We hebben een roti vegetarische maaltijd. Ik vroeg hem om een roti roll, maar hij verstond maaltijd, geen probleem. Het is niet dat het moeilijk is om die maaltijd naar binnen te werken. Dus het wordt roti vandaag wat we eten. Geen probleem, ik heb wat trek in roti. En ik heb een extra curry ei erbij besteld. Want in de vegetarische roti zit geen ei. Beetje teleurstellend. Ik vind 1,65 euro wel een beetje duur voor een curry ei, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, alvast eet smakelijk. Ik heb het genoegen met de vriendelijkste Valet Parker van Amsterdam. Zuidas, wat is je naam? Andy. Andy, hi Andy. Nou, even leuk gesproken met Andy. Wat een vriendelijke jongen hier ook. Maar goed. De beste Valet Parker. Top service. Geweldig. Kijk, het zijn dit soort mensen die gewoon die dag echt een stukje leuker maken. Je maakt even een praatje met hem. Hij doet de deur voor je open, service. Niemand heeft hem gevraagd om daar te staan, toch doet hij het. En wat mij betreft, elke deurklink die ik minder aan hoef aan te raken met mijn smetvrees, is al een zegen op zich. Dus Andy, je bent werkelijk een zegen. En we gaan er lekker vandoor. Ja, kijk of ik mijn auto beschadig of niet. Zo te zien niet. Waar is dat derde been net? Hier ben je al die kutkaart weer kwijt. Pardon. De kaart zit hier. De kaart der bevrijding. Nee, ik heb geen moderne auto. Hallo. Freedom! Zo, we zijn lekker onderweg nu naar de studio. Het is niet ver van de Amsterdamse poort. Letterlijk 2 minuutjes met de auto.
En voor iedereen die kijkt, voel je vrij om een keertje langs te komen hoor, in de studio. Ik geef je graag een rondleiding. Je mag ook zeker onderdeel zijn van een van de toekomstige video's. Of een productie die ik maak. Altijd leuk en gezellig. Zo, daar zijn we weer. In de lift. We zijn nu bijna in de studio en dan ga ik inderdaad het tweede gedeelte opnemen van deze video. En dan gaan we hem uploaden en online gooien. Ik ben helaas mijn eten van beneden vergeten in de auto. Dus, ik ben te lui om terug te gaan. We zijn er bijna. Welkom in Find the Creator Studios. Dus door meer structuur te brengen aan mijn kanaal, wordt het voor jullie als toeschouwers ook natuurlijk makkelijker om mijn content te volgen. Ik heb ervoor gekozen om wat ik laat zien in de volgende thema's terug te laten weergeven. We beginnen met rood. Dat zijn de thema's met betrekking tot geluk en persoonlijke ontwikkeling. Oranje, een van mijn favoriete categorieën, hebben het over food en drinks. Food reviews of we gaan naar een leuk restaurant en we gaan kijken wat daar op het menu staat. Als volgt hebben we geel. Dat gaat puur over lifestyle en health in het algemeen. Dingen die gaan over geld, over financiën en hoe we nou rijker worden. Dat zijn thema's die ik terug laat komen in de kleur groen op het kanaal. Entertainment vind ik passend om dat in een blauwe sfeer terug te brengen. De dagelijkse vlogs zoals deze, dat zijn donkerblauwe thema's. En als laatste, ook een van mijn favorieten, dat zijn thema's met betrekking tot muziek. Vind ik mooi om dat in een paarse huisstijl weer te geven. Dus op mijn kanaal zal je langzaam een transformatie zien dat ik mijn oude video's ook opnieuw ga rangschikken. En onder verschillende thema's en verschillende huisstijl qua kleur terugbreng. Op die manier, als je een filmpje verwijst te kopen en je ziet dat het een geel filmpje is, dan weet je dat het over lifestyle gaat en gender health. Is het rood, dan gaat het om persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk je persoonlijk geluk. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video, naar deze vlog. Laat in de comments achter wat je vindt van mijn idee om mijn kanaal opnieuw in te richten en te structureren. Ik wil je bedanken voor het kijken en wil je ook vragen om mijn kanaal te supporten. Dat doe je door middel van het abonneren en mijn video te liken en te delen met al je vrienden. Find the Creator is signing off. Bye bye!